Van complexe problemen is de technische kant heel belangrijk. De bestuurskundige kant is heel belangrijk. Maar de technisch-bestuurskundige kant is het belangrijkste. Want die zorgt uiteindelijk voor een werkende oplossing. Technische bestuurskunde leidt je op tot een ingenieur die managementvaardigheden heeft. Het is in de eerste plaats een ingenieursopleiding. Dus je hebt veel techniek en je wordt straks ook ingenieur aan een technische universiteit. De tweede plaats willen wij dat studenten zich breder oriënteren. Dus ook aandacht hebben voor bestuurlijke processen, voor managementvraagstukken, voor economische vraagstukken. Hoe kun je goed managen? Hoe kun je management vormgeven? Nou, over dat intelligente management gaat het vandaag. Wat we eigenlijk bij technische bestuurskunde leren is om een probleem vanaf verschillende kanten te bekijken. Dat betekent dat je dus moet kijken naar dingen als beleidskunde, economie en recht. Om op die manier te zien hoe je de technologieën die er zijn zo goed mogelijk kan toepassen. En als te verplaatsen in verschillende partijen. Dus er zijn heel veel partijen bij die besluitvorming betrokken en hier zie je ze staan. Dus ik zit in zo'n heel netwerk van partijen. En het voordeel is dat jij door je technische achtergrond kan praten met de civieler, de econoom, de bestuurskundige. En daarom vorm je eigenlijk een schakel tussen alle verschillende partijen die bij een probleem betrokken zijn. En een TB-ingenieur die probeert dan één oplossing te vinden die werkbaar is en waarbij alle partijen tevreden zijn. Heel vaak gaat het ook niet om het zoeken van een goede technische oplossing, maar om een oplossing die de goedkeuring kan wegdragen van verschillende partijen. En ja, die filosofie heb ik echt meegekregen met mijn studie. En als ik me vergelijk met andere collega's ook, dan merk ik dat ik daar heel erg op gefocust ben. En dat helpt me heel erg goed in mijn werk en de projecten die ik doe. Dus ik wilde eigenlijk even stilstaan bij de belangrijkste conclusies van gisteren. Dan vervolgens even de presentatie doornemen. Daar heb ik een nieuwe versie van gemaakt ook. En even kijken van wat het resultaat nou van de bijeenkomst vanmiddag moet zijn, zodat we daar naar toe kunnen werken. Je kan natuurlijk ook eerst een technische opleiding doen en daarna bijvoorbeeld een MBA, een bedrijfskundeopleiding. Dan stapel je techniek en management. Dat is toch wat anders dan TB, want bij technische bestuurskunde integreren we gedurende 5 jaar techniek en bestuurs- en bedrijfskunde. Dus in plaats van stapelen, vervlechten en integreren wij techniek en management. En wij denken dat als het gaat om die verbinding techniek en bestuur, dat er echt een gat in de markt zit. En wij willen ook mensen opleiden en die leiden we op. Die kunnen concurreren met zowel de traditionele ingenieur als met de moderne bedrijfs- en bestuurskundigen.